Goedemorgen allemaal. Nou, het is een stralende mooie dag. Ik heb al ontbeten. Ik ga me zo even wassen en aankleden. Ik ga eerst eventjes het eten voorbereiden voor vanavond. Ik ga lekker paprika en een uitje en een tomaatje. En een beetje een prutje maken met macaroni. Of spaghetti, in ieder geval met pasta. En verder ga ik hier lekker de boel opruimen. En ik denk lekker vanmiddag atelier in om wat te vreubelen. En verder is geen plannen, dus heerlijk rustig aan. Zo, dit kan nu lekker garen. Zo. Ik heb in de tussentijd ook een lekkere salade gemaakt. Voor de lunch. Dus dat ga ik nu even lekker opeten. En dan ga ik een uurtje naar buiten. Zo, ik ben gewassen en aangekleed en ik ga nu eventjes de hondjes uitlaten en de boel is aan kant en ik heb alle tijd aan mezelf, dus die ga ik dan ook benutten om lekker wat is het, te schilderen of zo, of gewoon over even in stilte zitten, dus maar eerst even de honden uitlaten. Een tweede lunch en dat heeft Janina gemaakt. Het ziet er heerlijk uit, maar het smaakt nog lekkerder. Wat zit erin, Janina? Zacht gegaarde courgette, in dit geval gele courgette. Ja. Dat gaat 15 minuutjes in de oven met wat olie en peper en zout. Daarnaast zit er parelcouscous in. Ja, dat had ik nog nooit gegeten en dat is echt lekker. Gewoon gekookt in water met bouillon. En koolrabi, dat zijn die blokjes. Die zijn dan gemarineerd met kruiden ras el hanout. Ja. Ja, en dit is dan nog een dressing die erbij zit. Gemaakt met citroensap, citroenrasp, wat olie, platte peterselie en zoenbakkruiden. Dat staat er allemaal erbij. Nou, heerlijk. Ik ga het opeten, want het smaakt echt heerlijk. Zo, onverwachts naar het pianoles met Elijah. Ja. Yeah. Leuk, hè? Ja. Yeah. Heb je al je boeken bij je? Ja. Tussen. En dan die. Juist. En dan gaan we weer verder. F, C, G, C, F, C, G, C.
hebben lekker gegeten. Aad is buiten een beetje aan het rommelen. Het is nog heel mooi weer, dus die is nog buiten bezig. En ik dacht, ik ga lekker mijn atelier in. Ik ben een beetje aan het kijken wat ik nog heb. Ik heb heel veel tekeningen al gemaakt. En heel veel achtergrondjes. Dus ik ben een beetje aan het kijken wat ik nog allemaal heb. Want best wel veel. Dus ik ben hier lekker bezig. Deze is aan het drogen. En zo kan het achtergrondje worden. Dit is een hele eenvoudige. Ik heb daar alleen deze stempel voor gebruikt. Maar dan heb je al een leuk achtergrondje. En dan kan je er allerlei figuurtjes uit knippen. Bloemetjes. Hartjes. Sterretjes. Vleugeltjes. Ja, je kan echt van alles eruit knippen dan. En dan kan je het zo verwerken in je art journal. Zo, het is al bij 9:00. En dan komt net mijn atelier uit. Aad is ook binnen. Ik ga lekker mij omkleden. En dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Wat lezen of naar een luisterboek luisteren. En dan ga ik lekker op tijd slapen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.